Weer welkom bij de Snuitertelevisie. Weer vandaag een puggebellenavontuur, een quiz en een stukje tekenfilm. Weer van Olly Bolly Orenfant natuurlijk, wie anders. Het verhaaltje, het avontuur van Pug en Pelle gaat er over de Pelle. Puk wil verrassen met een picknick, maar Pelle heeft er een rommeltje van gemaakt. Ik was dat niet, dat heeft Pelle gedaan. Ik doe dat nooit. Kijk maar naar Pelle hoe die dat verknoeit. Lekker weertje vandaag, hè? Ja. Hé, hey, wat zullen we gaan doen? Nou, zandkastelen bouwen natuurlijk. Of we kunnen gaan voetballen. Ja. Ik weet het. We gaan picknicken en dan gaan we die meiden verrassen met verse broodjes. Ja! Kom, we gaan die bakken. Ja. Zo, daar zijn we in de bakkerij. Nou, die meiden is lekker verrassen met een hele verse broodjes. Ja, kom, aan zo. Zijn ze dan lekker? Je bedoelt net zoals die broodjes die wat hier op de grond liggen? Ja, maar dat is een verrassing bedoeld. En dat is heel aardig en lief. Nou, het is wel aardig en lief of zo, maar jullie hebben wel gigantische rotzooi gemaakt. En ik hoop dat jullie dat ook gaan opruimen. Ja, maar dat was om lekkere broodjes te maken. Dat is een beetje mislukt. Nou, weet je wat? Ik vraag de meiden wel of ze even komen helpen. Ja? Meiden, kom op even helpen! Oh, nou. Maar dan hebben wij ook wel mee, hè? Oh. Hij zegt, kom maar. Lekker bellen. Nou, die heren die hadden me toch een rotzooi gemaakt, hè, in de bakkerij. Ongelooflijk. Maar ze doen het wel niet. Maar ja, bij Pelle is het altijd zo, hij maakt een heleboel rotzooi en opruimen. Oma. Oh. Maar ja, zullen we ze gaan verrassen? Wat gaan we doen dan? Nou, misschien kunnen we wel pannenkoeken gaan bakken. Lekker! Lekker. En als we dan klaar zijn met wassen, dan kunnen we ze lekker samen opeten. Hoe doen we? Oké, okay, goed idee. Aanslag. Ja. Oké. Pelle. Oh. Ja. Hey. Weet jullie eigenlijk waar Puk met die andere snuiters naartoe is? Swing dans feest op de snuiter 5. Swing dans feest op de snuiter 5. Thank you.
Swing down space of the snuiterpipe.